Alle dispensatiebrieven die zijn uitgegeven door het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, voor de COVID-19 lockdown vervallen per 31 januari 2021. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie roept namens het COVID-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname in samenwerking met het DNV alle houders van dispensatiebrieven op om zich te herregistreren. De oproep geldt voor bedrijven en individuen. En vanaf 4 januari vindt er een herregistratie plaats van de pasjes. Dus vanaf 4 januari tot en met 15 januari gaan nu het verstrekken van pasjes en het omgaan daarmee gaan we indelen in zones. Want wanneer je een pasje aanvraagt, moet je ook precies aangeven waarvoor je het gaat gebruiken. De herregistratie moet via de COVID-19.sr-website. De bewindsman geeft verder aan dat in verband met de verscherping, respectievelijk aangepaste methode van de controle door de politie, zij wil voorkomen dat mensen misbruik maken van hun dispensatiebrieven. Wat er kan gebeuren is dat mensen pasjes misbruiken. En weet je, misschien is je bedrijf in Oost, maar je bevindt je helemaal in Para of ergens anders. Dus dan kan je gewoon concluderen dat er dus misbruik wordt gemaakt van de pasjes. En wanneer dit zou blijken, dan kan je sowieso ook beboet worden ten aanzien daarvan. En zeker kan zo'n pasje dus dan ook worden ingetrokken. En dat was dus minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. De politie laat weten dat na goedkeuring de geregistreerden worden opgenomen in een digitaal bestand. Bij controle door de politie zal dan slechts het identiteitsbewijs en bedrijfspas overlegd moeten worden.